Ik vind het ook wel lastig, hoor. Hoe ga je je beste vriendin of een goede vriendin zeggen van, ja, kan je gaan? Ja, ik ben dat. Dat is, dat is dus wie ik echt Ik merk nu dus door dit soort dingen wie ik ben. Hoe zou jij doen? Ik ben die guy die gaat praten met je gewoon, man. Ja. Ja, omdat mijn energy en mijn space dat is belangrijk. Voor mij is alles. It's complicated. My... Had jij laatst uh, toevallig die post van Seven Alias gezien? Welke post? Hij had um, getweet van gun me een beetje ruimte. Oh ja, die heb ik gezien. Ja. ja, En ik denk dat hij dat ook voornamelijk post. Omdat hij natuurlijk heel veel in zijn leven aan het ontwikkelen is. En heel veel mensen hebben daar een mening over. Of zelfs als je op straat zou lopen, spreken mensen je aan. En ik kan wel begrijpen dat je dan even denkt van gun me even ruimte, zodat ik weet. Um, wat ik zelf wil ja. en hoe ik zelf ben, wie ik zelf ben. Ja, weet je wat, het is met dit. Kijk, sommige mensen die een beroep kiezen, die zeg maar, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Oud in de open is, zeg maar, waarbij je bekendheid krijgt, die houden eigenlijk helemaal niet per se van bekendheid, mm -hmm. maar houden van hun vak. Mm -hmm. Maar het gaat hand in hand. Vooral het succes gaat hand in hand met bekendheid als het gaat om muziek, bijvoorbeeld in dit geval. En als je eenmaal bekend bent, kan je niet weer onbekend worden. Dus ik snap, zeg maar, dat zijn persoonlijke space, basically, wordt aangevallen, ook op momenten, dat hij daar geen zin in heeft. Sterker nog, hij wil zelfs stoppen met artiest zijn. En, maar je kan niet stoppen met bekend zijn, zeg maar. En dat heb je al, zeg maar, in je hart, dat je dat niet meer wil. En dan word je er telkens aan herinnerd. Door, ja. door, door de buitenwereld, zeg maar, basically. Want misschien vergeet hij op een gegeven moment zelfs dat hij Seven alias de bekende rapper is. Wat ik wat ik heel goed snap want ik heb dat ook ik vergeet heel vaak dus aan haar steeds net het maar mensen herinneren je eraan toch nee. dus ik ja, ik ja ik snap wel waar hij vandaan komt maar weet je je zegt dus echt iets heel moois van heel veel mensen die een beroep hebben, zoals wij ook, ja. um, vinden de fame niet leuk, maar hun beroep dus wel. Ja. Maar er wordt vanuit buitenaf heel vaak gezien als van ja, maar beroemd zijn is toch zo leuk. Beroemd zijn is geweldig. En je hebt ook mensen die het doen om het beroemd zijn, maar Zeker weten. dat is wat heel anders. En ja. ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen, dus um, ja, om te vertellen eigenlijk hoe het is om. Uh, daarmee geconfronteerd te worden. Want ik zeg je heel eerlijk, ik vind presenteren al jaren geweldig. Dat is echt mijn passie. En daar word ik heel gelukkig van. Maar ik heb de laatste tijd wel, dus omdat het complikeert, gaat het natuurlijk heel erg lekker. Ja. En um, veel mensen kijken er naar. Ik word ook steeds vaker herkend op straat. Ik was zelfs laatst in de Efteling. Ik dacht, ja, in Tilburg ergens in ja, maar die wat omgeving. denk je dat de Efteling niet een plek is waar mensen komen? Ja, ik weet niet. Ik had het gevoel van Overal ja. Overal waar je komt, maar je gaan ze herkennen. Snap je, maar dat is dat onbewustzijn. Ja. En dat ik dan. Nu merk ik wel dat ik het beroemd zijn, dus echt minder leuk vind. Ja, dat is, dat is het eigenlijk. Het, het heeft goede kanten tegen. en het heeft minder goede kanten. Ja. Ik zelf heb heel lang afgehouden om artiest te worden, omdat ik gewoon niet bekend wou worden. Mm -hmm. En diep in mijn hart vond ik het artiest worden of artiest zijn, zeg maar wel leuk. Vooral om de artistieke dingen. Dus het maken van iets, het creëren van iets en dat delen met de buitenwereld. Maar ja. Toch is het een soort van ergens onvermijdelijk... dat wie jij bent ook verbonden is aan wat je maakt, zeg maar. En dat complimenteert elkaar ook nog eens, zeg maar. Weet je? Want het is ook wie het zingt. Het is niet alleen wat iemand zingt, snap je? Mm. En, maar ik heb daardoor heel lang gewacht met artiest worden. Ik, ik brak pas door op mijn 27e... omdat ik toen pas ook iets heb gedaan met, als solo-artiest. En dat is eigenlijk waar... Sommige carrières eindigen. Ja. Yeah. Daar ben ik eigenlijk begonnen. Dus, basically waar Seven nu wil stoppen op die leeftijd. Op die leeftijd ben ik begonnen, begonnen. Omdat ik heel lang, zeg maar, vluchtte voor het bekend worden. Maar er was geen andere manier, echt voor mij die. Ik ging hem gewoon niet worden om mijn nummers aan andere zangers te geven. Want niemand zong mij teksten. Weet ik veel wat? Op een gegeven moment. Je ik bent het, het gewoon. Sophia. Ja, maar ik was in ontkenning. Ja. basically Ik was zo van: ja, nee, ik wil dit niet. Ik wil, ik wil niet bekend zijn. Ik wil niet bekend zijn. Ik was gewoon Songwriter, producer. Lekker in de studio. Nou weer naar huis gaan. Niemand kent me. Iedereen zingt wel mijn pokoe. maar zo. Maar ja, dat, ja, ik moest op een gegeven moment zelf die liedjes gaan zingen. Leren zingen. En al die toestanden, zeg maar. En dus ik weet wat het is om niet per se bekend te willen zijn. Maar ik heb. Toch voor mijn doen toch een soort van goede manier gevonden om ermee om te gaan. Dat is één. En ik heb ook een beetje geluk dat. En dat, dat kan je van tevoren niet helemaal bepalen. Want je begint onbewust met iets. Is dat ik zeg maar achteraf gezien mensen aantrek. Die wel oké, okay, gewoon relaxte mensen zijn. Ik, mm. ik heb heel weinig negatieve aandacht getrokken in mijn ja. carrière. Ik heb heel weinig. Heel weinig tot geen haat gaat. Mm -hmm. Eigenlijk, als je relativeert, kan je zeggen: Ik heb geen haat gehad. Mm -hmm. Snap je? Klopt het even Wa af. Ja, waar, waar heel veel artiesten <laughs> dat wel kunnen krijgen, snap je? Yeah. En dus ik heb het ligt ook er natuurlijk muscle. ook aan. Ik heb ook een stukje muscle. Yeah. Anderen zouden zeggen: Nee, maar dat komt door jezelf, Jay. Ja, goed, maar dat had ik niet van tevoren zo gefixt. Dat is gewoon wie maar je ik weet ben. ook nooit wat je overkomt. Kijk, tuurlijk ligt eraan van. Wat zijn je uitingen? Ja, en true. Hoe gedraag je je ja. en wat is je doelgroep? Maar soms overkomt je ook iets in publiek, weet je wel, waar mensen ja. dan een verdraaid verhaal van maken. True. Je weet maar nooit wat ja. er uh, morgen kan gebeuren. Maar inderdaad, zoals je zegt, uh, dat geldt ook voor mij. Ik heb ook nooit echt negativiteit ja. gehad of uh, dat soort dingen. Maar, ja, maar je krijgt wel gezeik van een beetje rare mensen soms. Echt? Maar dat is gewoon, ja, dat is in general gewoon van man naar vrouw. Of uh, mijn afkomst. Dat mensen dat anders invullen voor me. Geloofsovertuiging oh, ja. ja, ja, anders ja, voor ja. me invullen. Dat is wat anders. Maar ik had bijvoorbeeld laatst dat ik bij Rolling Loud was. Ja. En uh, ik ging drinken halen. Voor mij was er een meisje aan de beurt. Maar zij viel ineens flauw. Dus ik tilde haar van achterop. Want ik ging haar gewoon helpen. Want ik vond ja, het heel zielig. Uh, en ik bleef haar zo vasthouden. En ik zette alle kracht. Dus ik had het best wel moeilijk. Komt er ineens uit het niets een meisje de rij ingesprongen. En die maakt dus eigenlijk heel lief, maar ik heb er voor, op dat moment onbegrip voor. Hartjes maken met haar vingers. I love you, Emma. I? I love you. Ik heb echt respect voor jou. Dat ik denk van, schat, in plaats van dat je dat doet, kom me even helpen. Ja, Weet je wat? Ja, dat ja, had ik meer ja. gewaardeerd. En dat ik dan denk van, oké, okay, dan begrijp ik zo'n quote van... Ze hebben er wel van, geef me even wat ruimte. Of iemand die je dan in de armen vliegt, ineens random. En dan je echt aanraakt. En dat ik denk van... Ik ken je niet en Tatje is toch different. Je ik snap je? Kom me dan Dat gewoon je? lief zeggen van: hé, hey, ik vind het echt leuk wat je doet, of whatever, maar echt aanraken en dan na zo'n bezweten festival. No. Ah. <laughs> ja. Weet je, kijk, het is natuurlijk ook heel moeilijk voor mensen om, te, om in te leven in dit, omdat er zijn minder mensen die bekend zijn of die hiermee te maken krijgen. Ja. Snap je? Dus het is heel moeilijk. Voor mensen. Dus ik snap dat enigszins ook wel. Of mensen worden dan een beetje onbeschoft. Of zien je als een soort van volksbezit. Want ik, ben aan het, ik was laatst ergens op het treden, moest ik zijn. Ik was ik aan de telefoon, liep ik even. En toen waren mensen gewoon van aan het roepen: van hey, yo, 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 yo kom een foto maken. Maar ik, je ziet dat ik die telefoon aan mijn hoofd heb. Ik bedoel. Snap je? Snap je? Maar goed, er zijn ook weer dingen. Zoals je van man naar vrouw, van vrouw naar man hebt. Uh, dat mensen ook hun grenzen niet kennen. in de omgang. Zonder dat stukje zonder dat bekendheid. Dat heb je ook, hè? Dat mensen ook. bijvoorbeeld. Uh, Dicht bij een vrouw komen praten. Of weet je toch, van die gasten die dan een vrouw aan hun arm vastpakken als ze langslopen tijdens een oh, feestje. Of op je rug. Nee, ik vind dat zo. Oh my god. Over dat red kan flags gesproken. Ja. Dat is echt een. Niet een red flag, dat is gewoon een rode kaart. Je moet gewoon van het veld af, man. Je moet gewoon. Ja. Ik vind dat zo erg, die guys die dan een vrouw aan hun arm zo pakken als ze langslopen. Of een vrouw die aan je gaat zitten. Ik vind dat gewoon niet kunnen, man. Precies. Ik vind het natuurlijk. Je kan iemand aanspreken en dan kan je een beetje aftasten, kijken of iemand daar behoefte aan heeft. Maar. Als de setting daar ook voor is. Want niet als iemand een boodschap aan het doen is. Je gaat zomaar in iemand zijn space ook. Want dat is ook per plek ook weer anders. Als je op een ontmoetingsplek komt. Een openbare plek waar mensen over het algemeen elkaar ontmoeten. Onder andere een club misschien. Ja. Dan is het niet super gek. Dat je iemand groet of aanspreekt. Van hey goeiedag, ik zag je staan. Ik uh, dacht, nou ja, ja, je hebt een leuke uitstraling. Misschien Toch? even een babbeltje maken. Ja. Dat kan heus wel. Dat moet op zelfs die setting, uh, ja. Kunnen. Maar... Kom niet meer die soort arm vastpakken. Nee, nee. Of zo dichtbij iemand staan. En in iemands space. Echt. Ik vind dat gewoon... Uh. Kijk, nogmaals om terug te komen op ons verhaal van net. Uh, natuurlijk waarderen we dat mensen ons leuk vinden. En uh, tof vinden wat we ja. doen. En dat willen uiten. En dat uiten express zich misschien soms in een heftigere vorm. Ja, dat ja. Het, ja, ja, En natuurlijk vinden we dat, kunnen we dat echt waarderen. Alleen ja, inderdaad, wat je zegt van... Denk daar wat meer over na... En, wij zijn ook mensen. Ja. En uh, wat ik vorig jaar had, was bij Kaku. Mm -hmm. Liep ik daar en toen ging ik op een gegeven moment zitten, want ik was moe. En toen kwam er heel netjes een jongen naar me toe. Oh ja, dit is En dat had, was... had ik je verteld, ja, toch? Ja. En dat hij gewoon heel net zei van, hé, hey, ik zag je al van de verte. Ik vind je er echt prachtig uitzien. Hoe heet je? En die maakte een praatje met me. En toen dacht ik bij mezelf, wauw, dit kan ik echt waarderen. Nou had ik geen interesse en dat heb ik hem ook gewoon netjes laten weten. Maar hoe. Hoe tof is dat dat iemand. Dat is toch prima dat is als iemand gewoon zeldzaam. normaal connect? Gewoon normaal connecten, gewoon. Toch? Ja. Gewoon en nu connectie moet niet eens verder te gaan dan dat. Maar gewoon normaal met elkaar connecten. Precies. Dat is toch prima? Echt volledig respect ook naar die guy. Maar ik, ja, als mannen dat zouden doen, geloof me. Zo... Zouden ze zo veel verder komen, hè, in plaats van pick-up lines en zo. Guys, tip even Echt. snel tussendoor. Pick-up lines. Het zal vast wel werken bij sommige mensen. Maar wat veel vaker werkt, is gewoon een normale approach. Vragen hoe het gaat met iemand. Of hey, goeiedag. Hé, hey, de reden waarom ik naar je toe stap is dit, dit en dit en dat. Mijn naam is zo en zo. Hoe heet jij? Bro, geloof mij. Geloof mij. Je, ga je veel vaker gewoon goed mee dan echt? een pick-up line. Believe me. Dat is me. echt zo. Maar Jay, hoe is het bijvoorbeeld voor jou om dan af en toe je energy ook te bewaken? Oh, daar ben ik zo, al zeg ik het zelf... Zo goed in. Ja? Ik ben hier... En het is me een tijdje geleden ook verteld door een collega hier bij Phonix. Dat hij ook zei van... Zo, jij kan zo goed je space managen. En toen ben ik echt nagegaan van... Oh, wacht even. Hoe bedoelt hij dat? We heeft een situatie uitgelegd waarin ik dat een keer heb gedaan. Waar verschillende collega's bij waren. En toen besefte ik... Inderdaad, man. Dit is iets wat ik al best wel vanaf een jonge leeftijd... Altijd al een soort van redelijk goed heb gekund. Ja, ik, ik ben daar best wel goed in, man. Maar hoe doe je dat dan? Um, ja, het is denk ik een bepaalde houding. Het is een bepaalde controle uh, nemen. Dus bijvoorbeeld, om, om een voorbeeld te noemen. Kijk, dit kan je natuurlijk ook buiten bekend zijn toepassen. Maar het moet even. Ik neem even ja, zo'n voorbeeld. Ja. Dat is ook het voorbeeld die de collega gaf. We waren ergens aan het eten met collega's van Phoenix en. Op een gegeven moment was er een tafel achter ons en er was, er was iemand jarig. En op een gegeven moment moest ik weg. Dus ik stond op, ik groet mijn collega's en diegene. En ik van... Oh ja, voordat Jay gaat. hé, hey, uh, zij is jarig, bla 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 bla. Weet je wel? En dan komt zo'n, ja, zij is even jarig. En uh, bijna zo van: hé, hey, zing even een liedje en zo. Mm. Maar vlak voor, ik, ik voelde ook dat dat eraan kwam. En vlak voordat hij dat zei, zei ik: Oh, kom, we gaan een foto maken. Bam, gelijk. We gaan... Afkappen, ja. Afkappen, maar wel met een beloning van: we gaan mm -hmm. iets doen, mm -hmm. maar we gaan doen wat ik wil doen. Mm -hmm. Zonder dat ik nee hoef te zeggen. Oh, kom, we gaan een foto maken. Kom, we... ja, mag die ook? Een foto? Ja, kom er ook maar bijbouwen. Oké, okay, dames en heren, fijne avond. Meteen klaar ja. ook. Er was geen ruimte voor hun om iets te vragen. Ja, ik heb wel iets gegeven. Krijgen. En dat was ook van, oké, okay, het zou nu awkward zijn als je nog meer gaat vragen. En en dat is zeg maar hoe ik wel echt mijn space bak. Maar dat ook, is echt goed. maar ik heb iets waar ik ook onbewust, vanaf vroeger had, had ik dit al, is dat ik mensen een soort van op afstand hou die, die, die ik ook toevallig niet bij me wil hebben. Mm -hmm. En de mensen die wel een soort van goede energy hebben, dat voel ik heel snel. En die Voelen ook dat er een opening is voor hun om naar mij, naar mij toe te komen. Niet ja. iedereen leest dat goed. Sommige mensen hebben toch de brutaliteit om toch in je space te komen. Maar die merken het heel, heel snel bij mij. Zonder dat ik onaardig hoef te zijn. Mm -hmm. uh, maar ik ben daar wel ja, redelijk goed in, moet ik eerlijk zeggen, man. Ja, nee, dat energy, is goed van ja. Energy is alles, Mai. Dat energy, is echt zo. Energy is, uh, uh, ik zeg altijd, energy is asociaal. Hmm. Energy vult gewoon de ruimte. Het gaat gewoon recht dwars door alles heen. Ja. Je, kan, je kan bijvoorbeeld een hele mooie outfit aantrekken, maar als je energy off is, is je energy is die niet off. Move. Die kleding ja. gaat je niet fixen. Nee. Je energy kan super top zijn, maar je ziet er helemaal niet zo netjes uit of wat dan ook. Dan is je energy nog steeds daar. Dat nog is steeds voelt iemand zo. je energy, weet je wel? En ik vind ook gewoon dat mensen, bijvoorbeeld hoe jij vertelt hoe jij je energy bewaakt, dat dat ik ook vind hoe mensen hun energie en jouw energie voor elkaar moeten bewaken. Een heel goed voorbeeld, mm. omdat het nu gewoon recentelijk is geworden. Ja, laatst je Paradiso optreden. Ja. Jij en ik zien elkaar het liefst ten alle tijden, toch? Dat doe je best. Maar ik weet dat jij weet dat ik daar ben. Mm -hmm. En ik had op een gegeven moment ook van: zal ik hem even gaan groeten? Dit is een big show, dit is His Big Day. Weet je wel, ja. laat me hem de ruimte geven. Hij doet zijn show. Ik That's heb hem hard. gewoon succes. Wow. Snap je? Want ik weet dat iedereen wil daar backstage jou komen. Hé hey bro, weet je wel, ja. maar dan gewoon even. Ja, grappig is, ik ga daar slecht op. Echt? Ik ga slecht op dat iedereen. Toch? iedereen is bezig met hun moment van mijn moment. Precies, en omdat ik jou zo goed ken yeah. en dat weet, bewaak ik jouw yeah, energie. Dat is skill, dat is ja? En yeah. ik hoop gewoon dat veel meer mensen dat ook voor elkaar doen. En dit is nou een voorbeeld tussen jou en mij, maar yeah. ook gewoon met andere vriendinnen. Ja, yeah, ik wow. Als ik weet dat een vriendin... Ik heb ook andere vriendinnen, als er iets gebeurt, heeft ze liever de ruimte... dan dat ik haar tien keer op een dag bel. Maar hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het nu ja, met man. je? Ja, snap man. Je? Ik snap dat echt. Dus, ja... Dat moet je soms ook voor elkaar uh, bewaken. Oké, okay, als we nu even weer teruggaan naar die, naar die tweet van Seven. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken. Ja, maar wacht even. Je hebt zelf gekozen om bekend te worden als een artiest dat zegt. Als ik nu bijvoorbeeld zeg: Ja, ik hou niet, niet zoveel van die bekendheid. Dan dat mensen ja, ja, hartstikke leuk. Maar jij hebt ervoor gekozen. Je hebt, uh, jij hebt nu al die liedjes gemaakt. Je hebt succes. Je hebt je run gehad. En nu vind je dat we je met rust moeten laten. Nadat je in onze woonkamers bent gekomen, in ons leven, bij de geboorte van mijn kind was jouw nummer erbij en al die dingen. En nu moet ik gewoon normaal doen als ik je zie. Ja, natuurlijk ja. moet je altijd normaal doen als je me ziet. Maar ik bedoel meer van. Dus nu kan ik je niet aanspreken of nu wil je opeens niet meer bekend zijn. Zeg maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat ook denken. En dat snap mm -hmm. ik eigenlijk ook wel weer. Hè. Het, het is niet zeg maar zo zwart-wit. Het is, het is echt een grijs gebied. Vanuit ik ook wel snap dat mensen zoiets hebben van. Ja, maar wacht even. Wij hebben er niet voor gekozen dat jij bekend moest worden. Jij kwam eigenlijk. Jij bracht het naar ons. En toen het lekker ging, hoorden we je niet klagen. Maar ik vind dat... Ik begrijp je volledig. Je ja. helemaal gelijk. Alleen, um, dus nu ik er heel erg tegen aanloop met mm -hmm. mijn ervaring nu... Ja. en als ik het dan soms tegen iemand vertel... om erover er te praten... om een beetje te kunnen uiten... dan krijg ik dus heel vaak als allereerste reactie van... ja, maar je wist dat dit ging gebeuren, toch? En dan denk ik bij mezelf... ja, maar dit is niet waar ik over wil praten. Zo ik, ik bedoel. Dan heb ik meer van... Um, ik weet dat natuurlijk ook wel, maar het ervaren en het overkomen is toch wat anders dan dat je het weet soms. Snap ja, je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus... is net alsof iemand tegen je, als, 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 iemand tegen, bijvoorbeeld je hebt een relatie en het gaat uit, en hij zegt, ja, ik, ik ben zo, ik, mijn hart is zo gebroken, en iemand zeg, ja, maar je weet dat de relatie toch uit kan gaan. Je hebt het toch zelf gekozen om het aan te maken? Dat is dat. dat het hoort maar. bij het leven. Shut uh. up! Snap je? Shut up! Ik ben nu maar hard, ja, ik wil ja, ik gewoon even met je praten en vertellen ik wat moet overkomen. Misschien kan je zeggen, misschien kan je volgende keer dit doen of dit zeggen of misschien kan je volgende keer beter niet gaan. Dat... Ja, maar kijk, weet je wat het is, Maai? Wat mensen niet moeten vergeten is, is dat bijvoorbeeld allemaal Seven weer als voorbeeld nemen. Dat Seven heus wel snapt ja. dat hij daarvoor heeft gekozen, maar dat betekent niet dat hij niet mag ventileren of dat mm. hij niet mag dat zijn frustratie mag uiten. Dus nu. En dat is, bedoel ik met het volksbezit dingetje. Ja. Van, van jullie doen allemaal alsof jullie belasting betalen om mij te onderhouden. Dat doen jullie niet. Nee, precies. Dat doen jullie niet. Ik ja. geef jullie iets en daar betalen jullie voor als jullie het willen hebben. En dat is gewoon een transactie. Dat is gewoon bij de bakker, doe je dat ook. Ja. Snap je? Is maar, nu, maar nu, ja, toch, dus, dat is wel een ding waarvan van, 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 ik. Die lijn is heel lastig. want... Ik vind als persoon mag je altijd wat je voelt en wat je vindt uiten. Gewoon als het een persoonlijk Precies. gevoel is. Van ik vind dit, ik vind zo bekendheid of niet, of je het zelf hebt gekozen of niet. Ik vind dat een artiest altijd mag zeggen van ik heb hier moeite mee en ik vind dit wel cool, ik vind dit niet cool. Of je het er nou zelf voor gekozen heeft of niet. Maar ja, het is een dunne lijn, weet je. En mm. wat ik zeg, het is een grijs gebied. Ik denk dat ieder artiest dat heus wel weet. Maar ja, het is gewoon moeilijk soms, hè? Het is ook. In praktijk en vooral als is het iemand jong is begonnen, anders. sorry, vooral als iemand jong is begonnen en sommige dingen niet eens kon beseffen voordat ja. diegene bekend werd. Ja. ja, ik ben oud begonnen. Ja. Oud, oud. Ja, ja ouder ik leeftijd deel, als volwassen. Ja, 27, 26, 26 is wel een serieuze leeftijd. Dan heb je dingen, dan weet je dingen van jezelf al. Wat ik zeg, hij is nu rond die leeftijd dat hij wil stoppen en ik ben begonnen rond die leeftijd. Dat is mm. toch een groot verschil. Dat is toch een heel andere artiest dan toen hij 19 was, 18 was toen hij begon. Precies. Ja, dat kan je gewoon niet vergelijken. En ook gewoon het feit dat hij minder Tijd en ruimte had voor zijn jongere jaren. True. Dat waar wow. hij kon en wou staan, dat was in zijn piek, weet je wel. Ja. Dus uh, dat is gewoon een hele andere belevenis. Ik had dus um, uh, laatst ook dat ik uh, op een festival was en dat er gewoon een paar mannen van ver dan roepen. Hey, Mai, ik kijk altijd het complicated, heb je alle mannen gevonden, anders heb ik een man voor je. En dan denk ik bij mezelf. Ja, maar, maar je, dat doe je zelf. Zie je nu? Ga jij het ook gooien? Hè? Nee, maar ik zeg je eerlijk, nee. guys, don't do that. Want dat is niet wat ik wil. Ik deel mijn ervaring en mijn mening met jullie om gewoon een gesprek te voeren. Ja. En maatschappelijke onderdelen met elkaar te, bespreekbaar te maken. Maar niet om een man te vinden via jij het kan. Dat kan man. ik wil wel even iets zeggen, gewoon. Stay out of the DM, gewoon. Hou gewoon op met zoeken. <laughs> hou op met regelen, gewoon. Van mij even. geen ik zin. Heb. Ja. Hou gewoon op. Hou gewoon op. Klaar, het is niet nodig. Ze is niet op zoek naar een, naar, een, naar een vent of naar een relatie of wat dan ook. Laat die Tori gewoon. Zoom even in op de gesprekken die we hebben. Ja, dus zoom, even, zoom even in op de intelligentie in de hersenen. Ja, I'm, I'm just saying, man. Want op, een moment, op een gegeven moment wordt het een beetje cheap yeah. en broer, toch. Er zijn heel veel die het wel snappen, maar ja. er zijn er ook een paar die het niet snappen. Dus daar moet ik het even zeggen. Maar ik vind um, het gewoon heel moeilijk. Dat is ook een vorm van een space, hè? Niet alleen persoonlijk, ook iemand zijn DM is een space. Ja, hè? is mijn space. En dan vooral op de manier hoe. Kijk, natuurlijk wat je net zei, kan je iemand aanspreken, maar inderdaad de manier. Dat is. Uh... Oké, okay, maar hoe ga jij op dat moment daarmee om dan? Ja, dat vind ik dus. Echt heel moeilijk. Kijk, DM antwoord ik gewoon niet. Want ja, dat, 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 is dat is gewoon achter een schermpje, dat is, ja, makkelijk. is makkelijker. Ja. Maar op zo'n festival, um, wanneer ze beginnen met: hé, hey, maar ik kijk altijd, het is kampelijker. Ik denk: ah, oh, wat leuk. Weet je wel, dan doe ik nog zo van: thank you, thank you. En dan begint hij met die mannenlijn en dan denk: oh. en dan word ik ook gewoon awkward. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Snap je op zo'n moment? Of, en ik wil gewoon heel lief zijn naar iedereen en iedereen bedanken, omdat ik het heel erg waardeer en ik ben extreem dankbaar. Maar ik kan die dankbaarheid ook niet. Ben ik achtergekomen constant uiten, want mensen kunnen daar ook misbruik van maken. Mm. Dat ze dan nog meer gaan zeggen of nog meer proberen of weet je wel. Dus ja, ik heb daar toch wel echt struggles mee, monsieur. Snap ik. Er zijn heel veel mensen die moeite hebben met grenzen stellen mm -hmm. uh, van hun eigen ruimte en ook grenzen herkennen. Ja. En het mooie is. Er zijn manieren waar, waarop je zeg maar, hulp kan halen voor dit. Je kan dus, zeg maar, hoe zeg je dat? Uh, ja, ik wil niet zeggen uh, in therapie, maar je kan bij een therapeut of bepaalde cursussen. Kan je volgen uh, om zeg maar, te leren grenzen te stellen. Maar ook mensen hun spaces te herkennen. Zeg maar, van weten van, oké, okay, nu ga ik over een grens en niet. En dat is eigenlijk, eigenlijk kan dat geen kwaad. Want ik denk dat dat in het communiceren, zeg maar, of in het uh, hoe zeg je dat, connecten met mensen... een superbelangrijk onderdeel is. Is het ook. Want heel veel doe je ook non-verbaal. Um, kijk, je hebt natuurlijk verschillende soorten grenzen die je aangeeft. Maar in dit geval, laat maar zeggen, de grens hoe iemand je aanspreekt... of met je omgaat, uh, die zijn er ook. En soms komt iets, bijvoorbeeld als sta je in de trein... of in een publiekelijk, uh, weet ik veel, in een cafeetje of zo... Ja. Um, dan spreekt iemand je op een manier aan... Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik denk, jij ja, vast ook wel iedereen wel. Dat iemand je dan op een manier aanspreekt. en je weet op dat moment niet te reageren. Ja. Of, en dan ga je naar huis en dan ben je boos. Denk ik van: hey, wacht even. Dit was echt, echt fout. Ja, dit ja. vond ik echt niet leuk. En ja. ik had dit moeten zeggen en ik had dat moeten ja, doen. En... Hey, maar dat gebeurt op werkvloer ook, hè? Oh, vooral. Voor je werkt allemaal met mensen. en dan heb je één persoon. die dan een bepaald soort van opmerking maakt. die net over de grens gaat van: hé, hey, wacht even. We zijn gewoon collega's. Hoezo maak jij deze opmerking? Precies. Of tijdens een bordeltje, wanneer alles een beetje wat losser is. Dat iemand dan niet zegt van: hé, hey, maar uh, had je niet een strakkere broek in kunnen. Nou, ik zeg maar wat, hè? Ja, dat is van, hey, maar in... wow, Hoezo zit jij op, op, op dit gebied van mijn broek en hoe strak mijn broek? W wacht even. En weet je hoe vaak mensen op zo'n moment iets weglachen? Juist. En dat weglachen, ja. dat ja. maakt je dan later boos van: hé, hey, hoe heb ik hier om kunnen lachen? En dit soort, dingen, dit soort dingen zijn gevaarlijk, man. Ja. Uh, mensen moeten echt weten. Wat de grenzen zijn, zeg maar, die ze over kunnen overschrijden. En wij, iedereen, iedere individu die kijkt, moet ook weten hoe hij of zij haar grenzen uh, goed kan stellen, zodat het duidelijker is dat iemand het ook snapt. Maar dat betekent nog steeds niet dat het jouw schuld is als iemand de room niet kan lezen. Dus als iemand Precies. niet de grenzen kan herkennen. Precies. Dat is, niet, dat is niet jouw schuld. Nee. Dat is wel iets. Wel maar goed om te zeggen, misschien voor de kijker die denkt van. Uh, vaak met, met vrouwen bijvoorbeeld heb je dit: dat er iets gebeurt en dat iemand zegt: ja, maar uh, wat had je aan? Nee, bro. Nee, je bent altijd fout als je fout bent. Snap je? Wat iemand ook aan heeft. Ja. Je bent altijd fout. Tuurlijk kan je, kan je daarover geen reden Tuurlijk om... kan je discussiëren over wat je vindt van wat iemand aan heeft of wat het met jou doet, maar hoe je handelt, sorry, hoe je handelt is altijd jouw fout. Als Precies, fout want niemand heeft je gezegd dat je zo mag handelen naar iemand of ja. zo. Ja, daar heb je echt gelijk in. Maar weet je dat wat, is ook wat, weer een grensstory. Weet ik je? heb dit zo vaak meegemaakt dat het me echt het vrat gewoon aan me. Hè? Dat ik dan achteraf dacht van shit, ik had dit moeten zeggen of ik had dat moeten doen. Ja. Dat ik nu met mezelf heb afgesproken als ik in een moment ben en vooral in een publiekelijke ruimte of iets. Um, dan ga ik veel beter luisteren. En wanneer je beter luistert en wacht met antwoord geven, mm. kan je beter reageren. True. Snap je? Dus True. ik probeer, het is moeilijk. Ja. Want soms gaat alles heel snel en is het te gezellig. Ja, en maar je snapt misschien nog niet eens wat iemand bedoelt. Omdat je niet eens denkt dat iemand zo'n intentie heeft. Dus inderdaad. je daarnaast van: hey, even, die, onder... die opmerking was toch niet ja. helemaal. On, onschuldig of zo. Ja. Ik heb het ook wel eens meegemaakt, uh, op, op, zeg maar in een werksfeer, zeg maar way back, dat iemand gewoon, zeg maar gewoon bijvoorbeeld online, in een, in een comment van mij, iemand, ja, ik, zeg, iemand waarmee ik werkte, maakte best wel een soort van gekke opmerking. Gewoon een opmerking waarvan ik denk: van... Dit kan jij niet zeggen, man. Mm -hmm. Gewoon een opmerking van: nu toch een soort van lust-objectify-achtige. Yeah. Ik, ik zeg het heel crazy, maar. Yeah dat zijn ook weer grenzen van ja? hey, yo yo what is dit? Je, je komt nu op een gebied dat dit kan niet Je kan niet nee. gaan zeggen dat je me een soort van spang vindt in een comment wetende ook nog eens... dat ik in een relatie zit dus het disrespect niet alleen mij het disrespect ook is mijn partner ook nog iedereen kan het ook nog eens zien dus je hebt waarschijnlijk ook geen respect voor jezelf ja ik zeg je eerlijk hoor dat zijn dat wel soort dingen hoor dat zijn maar wel dingen ik vind dingen. dus op zulke momenten moet je altijd uh, Sterk zijn om diegene er gewoon op aan te spreken. En aanspreken hoeft nooit heftig te zijn. Hè? Dus gewoon heel netjes van... Hé, hey, ik zag dit net, maar ik denk niet dat het... Uh, laat maar zeggen... Hoe zeg je dat? Uh, goed is om dit te ja, zeggen op deze manier. Echt, uh, zeg, op plaats, het was precies. niet uh, echt op je dat? Ja, ik weet precies wat je wil Ja Ik zeggen, zoek mijn woord, maar ik kom er niet op. Het is niet echt de gepast. gepast. Het is niet echt een gepaste opmerking van ja. je. Ja, zonder opmerking. dat je fire hoeft te gaan met elkaar. En begrijp zeggen, me niet verkeerd. Weet je, je kan het nog wat zachter maken. Ik zeg zelfs. je eerlijk, Mai. Tot op zekere hoogte ben ik die guy die niet te veel in die verontschuldigende vibe gaat als ik jou moet uitleggen dat je een niet gepaste opmerking hebt gemaakt. Oh. Want weet je wat ik vind? Je typt het. Het komt in je hoofd. Je hoeft mm. het nog niet te typen. Beslissing nummer één: ik type het toch. Je typt het. Beslissing nummer twee: ik kan op enter drukken. Ja, maar dit is social media. Dit is dit. Er zijn heel veel stappen die je maakt ja. om uiteindelijk enter te drukken. Meestal en lees je het, iedereen nog het ziet. Je gaat nog een keer kijken van... Oh ja, hij is online gekomen. Het is ja, gelukt. staat het goed. Sorry. Ik weet niet hoe ik echt, dat ik, of ik echt apologetic moet zijn over het zeggen van... Hey, dit was niet echt een gepaste opmerking, man. Dat is echt zo. Ik hoef niet gemeen te doen. Nee. Maar ik hoef niet te zeggen, sorry, begrijp me niet verkeerd. Ik ben die guy. Ik ja, ben best ja, wel hard, ja, ja. zeg maar. Dat weet je ja, ook een maar beetje van mij. Dat is fijn. Ik maar stel je voor als je nog niet durft... Kan je het ook op een wat zachtere manier zeggen? En dan word je vanzelf er ook wat harder in ja. na een paar keer ervaren. Maar... Oké, okay, maar, maar ja, En uh, ik zeg dit uh, duidelijk als man, zijnde. Ja, uh, dan voel je misschien al aankomen. Denk je dat het uh, in deze tijd, zeg maar. Steeds, mensen steeds gevoeliger worden. Uh, met het aangeven van grenzen, zeg maar? Of moet ik het juist anders omzien? Of zijn mensen heel snel juist in hun grenzen aangeven. en juist gevoeliger in het approachen van iemand of aftasten van... oké, okay, is dit oké okay om te zeggen of is dit niet oké okay om te zeggen? Ik ken bijvoorbeeld Oeh. guys die bang zijn om te zeggen... hé hey Maya, wat zit je haar mooi? Uh. Omdat sommige mensen daar zijn er niet van zijn van Hoezo kom je mij een compliment geven? Ja, ja, ja. Ik denk wel dat mensen voorzichtiger zijn met het geven van een compliment... Mm -hmm. of bijvoorbeeld iets zeggen. Maar grenzen, dat, dat weet ik niet, man ja, ik stel de vraag en tegelijkertijd denk ik, ik denk dat mannen in deze tijd wel iets banger zijn geworden. Ja? Wat niet per se altijd slecht hoeft te zijn. Nee. Nee. Ja toch? <laughs> ja. Hoef ja, dat niet altijd per se slecht hoeft te zijn. Nee, daar ben dat ben ik niet eens. Ik denk dat mannen wel iets voorzichtiger zijn geworden. Wat prima is. Alleen soms, sommige vrouwen vinden het ook wel fijn. als een man wel gewoon een beetje een move toch maakt. om Zeker. even te connecten, om even te praten. En dat is dan wel weer nog minder goed geworden, zeg maar. Boys ja. zijn nu nog banger en nog onzekerder geworden. waardoor het eigenlijk nog wel vaker fout gaat daardoor. Dat Omdat, is wel Je zo. weet niet wat je moet zeggen. Uh, zeg ik nu iets fout? Of moet ik iets zeggen? Uh, uh, ja, dat maar als je, Ik denk <laughs> dat gewoon voor, vooral mannen, om de tip te geven. als je zelf denkt dat je beleefd en respectvol reageert. Geert, is dat het, het, het meestal wel goed hè? Toch? Ja, en vrouwen ja. kunnen dat echt waarderen? Ja, ik bedoel, als ik naar mijn vriendinnen kijk, wij vinden het alleen maar leuk als een man juist naar voren ja. komt. En ja, ik heb een theorie hier, zo die nu boom in mijn hoofd komt. Ik denk dat je altijd evenveel kans maakt als niet als je gewoon nogmaals gewoon beleefd bent en en gewoon normaal iemand approach. Want als diegene jou niet interessant vindt. Ook al ben je beleefd of niet, diegene gaat je niet opeens interessanter vinden. Die kans is wel groter als je mm -hmm. gewoon beleefd bent, natuurlijk. Tuurlijk. Maar diegene, als diegene jou niet ziet zitten, ziet diegene jou niet zitten. Ja. Als diegene jou wel ziet zitten, al je, dan is het sowieso top als je beleefd bent. Dan komt. heb je een plus team. Want, ja, want dan is het gewoon sowieso een. Je geeft, die geeft diegene ook een kans weer om met jou te praten. En jou ook te laten zien van, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk ja. dat je naar me toe komt. Zeg maar. maar dan zelfs, net als, net als mijn kakoe-verhaal van net. Dat ik dat heel erg kon waarderen, ondanks ik geen interesse had, is het me altijd bijgebleven omdat ik dat zo respectvol vond. Indruk, maar dat komt weer omdat het niet zo vaak gebeurt. Ja. ja. Dus guys, jullie horen het. Jullie, jullie moeten vrouwen het. gewoon uh, met respect en gewoon ja, een leuk praatje. benader iemand gewoon netjes en stel vragen van: hi, ik zag je net staan. Dit is, weet, vertel je intensie. ik ben hier gekomen dat ik je zag staan. en Ik dacht, ja, ik wil me even voorstellen, weet hoe je heet, weet wie je bent. En, Um, ik heb weer een uh, complicated question. Gaan en die is heel toepasselijk bij ons gesprek vandaag. Dat is wel mooi weer. Komt-ie. Beste JMI, ik zit met een complicated question. Ik ben onlangs verhuisd samen met mijn vriend. Maar ik heb dus een vriendin die vaak op bezoek komt en heel lang blijft zitten. Ze wil gewoon niet naar huis. Die, dit vind ik niet fijn, omdat ze te veel in, een, in mijn space zit en die van mijn vriend. Ik wil de vriendschap niet kwijt. Maar ik weet niet hoe ik dit uh, aan haar moet aangeven. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Groetjes, Camille. Ik zeg je eerlijk, deze ken ik wel. Ja. Dit, dit, dit is best wel vaak voorkomend, laat maar zeggen. Dat mm. iemand dan zo lang bij je thuis blijft zitten. Dat Omdat je die de van, dynamiek verandert van de relatie en niet dat diegene niet snapt van: oké, okay, nu. moet ik weg. Ja. ja. Maar ik denk gewoon in dit uh, geval dat ze gewoon uh, moet zeggen van: yo. Ik vind het ook wel lastig hoor. Hoe ga je, je beste vriendin of een goede vriendin zeggen van ja, wij gaan? Ja, ik ben dat. Dat is, dat is dus wie ik echt. Ik merk nu dus door dit soort dingen wie ik ben. Hoe zou jij doen? Ik ben die guy die gaat praten met je gewoon, man. Ja? Ja, omdat mijn energy en mijn space. Dat is belangrijk. Voor mij is alles. Maar hoe zou je dat dan doen? Ik zou gewoon met heel veel liefde zeggen: Yo, bro. Of, maar gewoon op, niet op het moment zelf. Mm -hmm. Zeg maar, of, of zeg maar een andere keer van, yo bro. Uh, ik me, of, of ik geef gewoon op dat moment. Want dat is ook wel wie ik ben van, hé hey bro. Ik zeg je eerlijk, ik wil je niet naar huis sturen. Maar ik ga je toch naar huis sturen, man. Ik ga echt slapen, man. Ik ben die guy. En dat, is, dat, is, dat zijn de mensen om me heen ook wel gewend van mij. Mm. Maar als het echt zo'n ding is die je dan echt een keer moet, moet je zeggen: hé hey bro, moet je eerlijk wat bekennen, man. Je weet dat ik van jou toch. Je, weet dat je, je bent mijn bro voor live en alles, toch? Maar ik merk dat ik, dat ik een bepaalde behoefte heb die ik wel even met je moet delen, zodat je er rekening mee kan houden. Mm. Dus ik zet het sowieso op mij, want het is mijn behoefte. Want het is opeens vanuit mijn gevoel niet meer oké okay dat hij zo lang blijft. Ja. Want het is ergens vandaag gekomen dat hij of zij uh, denkt van... ik kan zo lang bij hem blijven chillen, omdat, omdat het gewoon nice is. Het is iets positiefs eigenlijk. Ja, 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 ja. Het komt voor dat het iets positiefs is. Dus je moet het ook niet negatief gaan maken. Dat maar dan zou dat. ik gewoon zeggen, bro, ik heb een bepaalde behoefte, merk ik. En ik moet het met je delen, zodat je er rekening mee kan houden. Ik heb het al een paar keer meegemaakt en uh, ik merk dat ik soms gewoon... Ja, iets korter wil chillen of zo, man. Ik hoef niet. Ja, toch? Maar Ik heb je heb niet de de laat... het gevoel ja. dat mannen dat toch op een andere manier beter tegen elkaar kunnen zeggen dan vrouwen? Ja, dit is grappig. Dit is grappig. Gaan we, deze... Gaan we, deze... Gaan we dit blikje openen? Ja. Oké, okay, dit blikje is. Ik heb <laughs> laatst Cola. gezien. Ik heb laatst <laughs> ook een post gezien van iemand. Uh, dat, dat diegene zei van. Uh, mannen kunnen. Kunnen mannen of vrouwen beter communiceren? Mm -hmm. Wat is, wat is daar je antwoord op? Mannen. Mannen kunnen beter communiceren, hè? Onderling hè, bedoel ik dan. Ja, ja, ja. Ja, überhaupt trouwens. Ja. Ik denk dat mannen, zo, 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 mannen even, nemen, denk ik, ik dingen minder snel persoonlijk hmm. um, of echt tot zich of zo, weet je wel. En vrouwen gaan gelijk van ja, dit zegt ze vast, omdat ik toen uh, een topje had geleend die ik niet heb teruggebracht. Of ja, wat, weet ik wat ik wel was. eens eerder heb gezegd, toch, dat als <laughs> jullie iets willen, dat jullie daar dan soort van met omwegen gaan praten, ja, zeg maar. Dat we en we en dat ik daar het gewoon fijn vind om te horen. Bam, bam, bam. Wij hebben zoiets van: trek liever die pleister meteen eraf. In plaats van dat je zo om die pleister heen gaat chillen. Zo. En dan een klein stukje scheurt. Ah, dit doet nu pijn. En dan morgen weer een stukje zo. Trek gewoon die hele pleister eraf. Daarna Letterlijk. chillen we gewoon weer. Zeg maar. ja. ja, ja. Dus ik denk wel de kortste weg is altijd. De wij kunnen snelste. kunnen misschien weg. beter over gevoelens praten. Ja. En jullie zijn dan gewoon wat streter. Maar ik denk in dit geval gewoon. Um... Ja, goed. Ik denk dat dat wel een soort van best wel correcte constatering Toch? is maar. Ja, man. Dus ik denk in dit geval wel gewoon dat het bespreekbaar moet maken. En uh, dat het op ik heb, moment... je die, ik heb je die blueprint... Hoe heet ze? Camille. Ik heb je die blueprint gegeven, Camille. Het is gewoon... Uh, dat je gewoon daar gaat zeggen van, hey, ik wil even met, met, met je praten over iets. En ik wil dat je weet... Eerder ik hou van je. Je ben mijn girl. Alles, weet toch Ik ben altijd ready om voor je te zeggen. Maar ik merk... Dat ik de laatste tijd een bepaalde behoefte heb. Die ik met je moet delen. Zodat je er rekening mee kan houden. Precies. Bam, dan heb je hem denk ik. Ik denk het beste. Ook gewoon En dan gewoon zeg je ja, eerlijk... ik heb gewoon... Ik, ik, ja, ik merk gewoon van als we chillen met elkaar. Ja, je, tot negen uur ongeveer, dan vind ik het wel prima. Of, als je dit niet wil, spreek dan buitenshuis met elkaar af. Dat ja. als je zegt, ah oké, okay, ik ga nu naar huis, oké, okay, doei. Dan is het ook klaar. Precies. Dat is ook een kleine tip. Zo is het. Ja. Laten we iets buiten de deur gaan doen. Dan moet je zeggen, nee, laten we niet thuis Laten we buiten de deur iets gaan doen. Laten ja. we een wandeling in het par park of zo doen. Of weet ik veel Ja, inderdaad. Maar gewoon straight en eerlijk zijn is in een vriendschap ook het mooiste Jawel. Toch? Jawel. Ja. Heb je nou ook een complicated question? Stuur die dan naar it'scomplicated at phoenix.nl en dan gaat Maai gaat je helpen. Oh, Maai gaat je helpen deze keer. <laughs>